Alweer bijna anderhalf jaar geleden is een initiatiefvoorstel van GroenLinks aangenomen. En dat gaat over openbare toiletten in de binnenstad van Dordrecht. Die zouden er echt moeten komen volgens die partij. En als de commissie daarover spreekt, nu anderhalf jaar later, dan blijkt dat eigenlijk de volledige commissie daar wel mee eens is. Maar dan moet de wethouder nog wel aan de slag. Nou, hij heeft een aantal toezeggingen gedaan. En we gaan nu een vervolgonderzoek doen om te kijken of het nog nodig is om nog een openbaar toilet ergens in het centrum van de stad te plaatsen of meerdere. Ja, wat wel heel snel zou kunnen gebeuren, eigenlijk misschien morgen al, is de bewegwijzering. Want nergens in de binnenstad kun je op dit moment zien waar je terecht kunt bij die openbare toiletten. Bijvoorbeeld in de horeca, die er eigenlijk al lang zijn. Ja, dat heb ik ook gezegd, hè? Dat zonder dat dat nog niet gebeurd is. Dus ik heb een toezegging gedaan dat we dat voor de zomerperiode, voordat de festivals gaan beginnen hier in onze stad, dat we gaan zorgen dat die bewegwijzering en de indicaties, de vignetten, dat die duidelijk zichtbaar zijn voor een ieder die naar het toilet toe moet. Hoe de politieke fracties in de gemeenteraad over dit onderwerp denken, kunt u zien in rechtstreeks uiteraard direct volgend op het nieuws.